Pronto Wonen. Lekker snel genieten van uw nieuwe meubelen. U vindt Pronto Wonen in Terborg en in Zutphen. Deze wedstrijd is over 2 weken vergeten als we tegen Jong PSV aantreden. Maak je het jezelf niet veel te moeilijk? Dat is zeker waar, daar ben ik het helemaal mee eens. We moeten gewoon zakelijker zijn met de kansen die we krijgen en die gewoon binnenschieten. En daar moeten we wel aan werken en dan moeten we ook een beetje gaan beseffen met z'n allen dat we gewoon, dat we gewoon die 2-0 erin moeten drukken. Hè. Dan maak je het zelf veel makkelijker. Nu zie je het gewoon één bal die goed valt, schiet hij gelijk goed binnen. En dan sta je 1-1 in de 84e minuut volgens mij. En dan is het nog een wonder eigenlijk dat je 1-2 wint. Maar ja, we zijn niet minder blij. Wat voor een wedstrijd was het? Vanuit ons leek het een beetje een wedstrijd met twee gezichten. Ik vond de eerste helft ons heel goed spelen. Positiespel goed. Creëer een aantal kansen, die vallen dan niet binnen. Maar je ziet dat hun heel veel moeten lopen. De tweede helft gaan we gelijk zo verder, vind ik. Agressief druk naar voren, hoe was de Graafschap willen spelen. Ik denk dat het wel een van onze betere wedstrijden was, ook qua druk zetten. En dan schiet je die 1-0 binnen. Krijg je daar een kans op de 2-0. En die maak je niet. En dan is het 1-1. Waardoor je denkt dat het op twee gezichten, een wedstrijd van twee gezichten is. Wat het eigenlijk niet is, vind ik. En dan is de verdiende 1-2 daar alsnog van Heerten. Jouw goal, hij valt heel lekker binnen. Wat dacht je toen je de bal kreeg? Nou ja, ik vond de paas mooi. Het afleggen van Mo was natuurlijk top. En die bal, ik dacht ik moet hem in één keer verre hoek. En dat hij dan zo binnenvliegt is natuurlijk mooi. Kerst op de taart en heerlijk. Maar ik ben blij met de 3 punten. Want je zegt net over 2 weken weet niemand hier wat van. Is dat dan het motto van de snel doorgaan? Die punten zijn binnen in ieder geval. Ja, kijk. Ik vind dat wij heel goed hebben gespeeld vandaag. Positiespel, druk zetten. Het zag er allemaal heel goed uit, vond ik. Zo voelde het in de wedstrijd in ieder geval. En qua dat wil je deze wedstrijd wel bijblijven. Maar qua hoe de wedstrijd verlopen is, 1-1 in de 84e minuut, dat mag ons gewoon niet overkomen. Dat is nu te vaak. En dat we het zelf moeilijk hebben, moeilijk maken. En we moeten dat veel eerder naar ons toetrekken. Uiteindelijk beloon je jezelf en ook de meegereisde supporters. Is het groot feest. En komt er ook nog wat vanuit dat uitvak? Ja, natuurlijk. De uitvak is geweldig natuurlijk. Als je ziet wat voor ontlading bij de 1-0 en bij de 1-2 is en na het wedstrijd. Is het natuurlijk waanzinnig. En is misschien ook wel een beetje geluk dat je die 1-2 nog maakt. Er kwam ook 2 kratjes bier, hoorde ik, vanuit het uitvak. Dus dat wordt een gezellige terugreis. Ja, ik drink geen bier, maar het wordt wel zeker gezellig.